Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd en werd vervolgens beroofd. Drummer Bert Bleek uit Nijmegen werd deze week het slachtoffer van een brute overval na een optreden. De vier overvallers met zwarte bivakmutsen gingen er vandoor met zijn portemonnee, een bestelbusje en zijn drumstel. Hier op deze plek, op een industrieterrein in Nijmegen, is drummer Bert Bleek overvallen. Ik kom hier aanrijden om een drumstel weer terug te plaatsen aan de optreden. En ik draai mijn auto hier in met de achterkant naar achteren. En zet de motor af. Ik wil de deur open doen en er staan vier jongens voor me gewapend. En sommeerden om eruit te komen. Op het verlaten industrieterrein is Bert overgeleverd aan de grillen van zijn overvallers. Ik moest gaan liggen, pistool tegen mijn hoofd. En werd gefouilleerd, ons spul afgepakt. En intussen waren ze de bus aan het controleren op inhoud. Met het bestelbusje van dit type gaan de overvallers er vandoor. Met het drumstel er nog in. De band van Bert is zwaar gedupeerd. Bert moet het de komende tijd doen met geleend materiaal. Bert hoopt zijn drumstel, hier op de foto te zien, ooit weer terug te krijgen. Mensen die tips hebben over de overval worden verzocht zich te melden bij de politie of bij Meldmisdaad Anoniem.